President Desiree Bouterse is dinsdag teruggekeerd van zijn bezoek aan het Boven-Suriname-gebied. Het doel van dit bezoek was onder andere de bevolking aldaar persoonlijk op de hoogte te stellen van de verdiensten van de regering. Het staatshoofd heeft vanaf begin vorige week verschillende dorpen aangedaan tijdens dit officieel werkbezoek. Het was een en al feest op de verschillende plaatsen waar Bouterse een stop heeft gemaakt. Het staatshoofd heeft binnen een week meer dan 20 dorpen bezocht. De lokale gemeenschap heeft gebruik gemaakt van de gelegenheid om met de president over verschillende vraagstukken van gedachten te wisselen. Behalve het assembleelid Savannah Ofensua en de districtscommissaris Humphrey-Yeru maakten minister André Misikaba van Sociale Zaken en zijn collega Sergio Akinbote van Natuurlijke Hulpbronnen ook deel uit van de delegatie. Op Botopassi is Bouterse op een aparte manier ontvangen. Deze ontvangst was bijna te vergelijken met die van een Afrikaanse koning. In zijn toespraak in dat dorp sprak hij dan ook zijn waardering uit over de manier waarop hij is omarmd. Na 40 jaar ba mi Europa ji wan bas en a bas ji sam Europa na volk en in na 40 jaar dis na tweede lees dat ki so a grani fu waka onder so a oso in mi egi kondre. A fos lazy, peren chamiso bende in Ghana. Na omen 20 jaar pasa, dat bijna in Ghana ja. Maar dat bijna me vergeten, maar tide, misschien me gro. Bouterse sprak ook over de verschillende projecten die de regering heeft uitgevoerd in de afgelopen jaren. Volgens hem moeten de mensen dat goed in gedachten houden wanneer ze op 25 mei naar de stembus gaan. Na 500 project een combinatie die in PBD en de PBEP HVB 500 project en nu de bezig en finaliseren op 600 project. Dus af en toe zijn ze kom, wojiden, structuur jaso, tak luku, disna a woroko sao tuji afolk, di afolk jiwa okasi, en meka afolk oordeel, if the one ugo doro, of the one ji trawang, om dat verkiezen na vrij geheim, en alasma kan stem ji alle partij. President Desiree Bouterse tijdens zijn toespraak in het dorp Botopassi. Het staatshoofd heeft vanaf begin vorige week tot en met afgelopen dinsdag meer dan 20 dorpen van het Boven-Suriname-gebied bezocht.